feest bij twee handbalverenigingen in Westland. Zowel Velo uit Wateringen als het tweede team van Quintus uit Quintzeul zijn kampioen geworden. De dames uit Wateringen wonnen in Pijnakker met 23-22 van Olivio en komen zo op 34 punten. Met nog twee wedstrijden te gaan, kan nummer 2, PSV Handbal, het gat van 6 punten niet meer dichten. Zaterdagavond is de ploeg gehuldigd. Voor het kampioenschap zijn twee trainers verantwoordelijk. Bart de Koning en Richard Rijkens. De trainers hebben dit seizoen aangepakt om meer structuur en prestatiegericht te gaan werken. Zo behoorde het eerste en tweede team tot de selectie. Die kregen betere training, waardoor er meer weerstand in de ploeg is gekomen. Ook dus feest in Quintzeul, waar de handbalsters van Quintus 2 zondagmiddag kampioen zijn geworden in de eerste divisie. Op de laatste speeldag won de ploeg uit Quintzeul in de eigen Eekhouthal met 21-13 van hekkensluiter Gemini, terwijl nummer 2, Voorwaarts, verloor van DSS. Het was bijna eenrichtingsverkeer met veel mooie doelpunten. Het is voor het eerst dat het reserveteam van de Heulse Vereniging de titel pakt. Desondanks is promotie naar de Eredivisie niet mogelijk, omdat het eerste team van Quintus daar al speelt.